Bismillah, walhamdulillah, foreign Dutchman hier en welkom bij een nieuwe video. En vandaag wil ik het even kort hebben over het mooiste WK wat ik ooit heb gezien. Het WK 2022 in Qatar. Subhanallah. Prachtig WK. En waarom is het een heel mooi WK? Dit is een van de eerste WK's, of nee, niet de eerste, maar dit WK is gehost in Qatar, wat een islamitisch land is. En als gastheer, heeft, of als gastland beter gezegd, heeft Qatar er heel goed voor gezorgd dat er voldoende faciliteiten en voldoende zaken zijn om mensen over de islam te leren en uitnodigen naar de islam. Zo zijn er bijvoorbeeld sprekers zoals Zakir Naik en andere sprekers van bijvoorbeeld de Engelse organisatie AERA naar Qatar gevlogen om Engelstalige uitleg en informatie over de islam te kunnen verspreiden. Was het heel toegankelijk voor mensen om de traditionele Arabische kleding te dragen? Heb je ook grappige filmpjes op internet dat mensen dus Mexicanen aanzagen voor Arabische locals totdat ze Spaans begonnen te praten en er zo achter kwamen dat het eigenlijk een eigen Mexicaanse burgers waren? En hebben we ook gehoord en gezien, alhamdulillah, dat heel veel mensen bekeerd zijn tot de islam omdat ze eindelijk met deze mooie boodschap in aanraking zijn gekomen. En de andere reden dat dit een van de mooiste WK's ooit is, is het spel van Marokko. Het Marokkaanse elftal, tabarakallah, heeft prachtig gespeeld. Ze hebben mooi voetbal laten zien, ze hebben krijgerschap laten zien, ze hebben de naam als Atlas Leeuwen waargemaakt en dit is door de hele wereld gezien en door de hele wereld gerespecteerd. Het Marokkaanse elftal heeft voor zowel een Arabisch land en als een Afrikaans land geschiedenis geschreven en dingen behaald die nog nooit eerder behaald zijn door het Marokkaanse team. En nog wel het mooiste en het belangrijkste wat ze hebben gedaan is de gehele Arabische wereld verenigd op de islam. Alle Arabische landen, alle moslimlanden stonden als één blok achter Marokko. En waarom? Dat komt omdat Marokko heel duidelijk en heel streed was in het uiten van een islamitische identiteit. Wanneer spelers het veld opkwamen, zag je ze hun hand opheffen en dua doen. Wanneer ze gescoord hadden, zag je ze buiging, de sujud al-shukr, de knieling van dankbaarheid verrichten. En ze waren ook heel duidelijk in hun support voor onze broeders en zusters in Palestina. En dit alle heeft bij elke moslim die het zag, liefde in zijn hart ontwikkeld. Liefde dat hij zijn broeders en broeders in de zin van het Arabische, in de zin van het Marokkaanse elftal wilde steunen. En zo zag je dat mensen uit Qatar, Saoedi-Arabië, Egypte allemaal achter Marokko stonden als één blok, als één moslimvereniging. En dit is prachtig om te zien. En als we heel eerlijk zijn, wanneer hebben we voor het laatst gezien dat zoveel moslimlanden zich op één ding hebben verenigd vanwege de islamitische identiteit? Dit is iets wat ik niet eerder heb gezien, dus dit is ook prachtig geweest om te zien. En los daarvan zijn er ook nog een paar punten, een paar leerstellingen die ik voor mezelf eruit heb gehaald, die ik met jullie wil delen. 1. Het is belangrijk om hard te werken, vooral als moslim. Want wat je ook ziet is dat het Marokkaanse elftal hard heeft gespeeld, de spelers waren helemaal op, ze konden niet meer. En dit heeft ze heel veel waardering en respect gegeven. Niet alleen van de eerder genoemde moslimlanden, maar ook van andere supporters van andere landen, ongeacht hun religieuze affiniteit. Dat ze hebben gezien dat deze spelers hebben gevochten als leeuwen en daardoor hun respect hebben verdiend. Dit zou voor ons als moslim een voorbeeld moeten zijn. Werken wij hard in onze eigen baan? Werken wij hard in onze eigen omgeving? Staan wij in onze omgeving bekend als hardwerkende mensen? Dit zijn allemaal zaken die we ons achterhoofd moeten houden en waar we ons voor moeten inzetten. 2. Laat je islamitische identiteit zien. Een van de punten waarom dus alle Arabische landen, alle moslimlanden zich hebben verenigd achter Marokko, was omdat ze gewoon duidelijk en streed waren in hun islamitische identiteit. Als moslim vraag je Allah subhanahu wa ta'ala, de verhevene, om hulp als je iets gaat doen wat belangrijk voor je is. Als iets overkomt wat voor jou heel belangrijk is en wat voor vergrote waarde heeft, verricht jij de sujud uit dankbaarheid. En dit is wat ze duidelijk lieten zien. Dus wij als moslims in het dagelijks leven, naast dat we hard moeten werken, moeten wij ook duidelijk zijn dat we moslim zijn en duidelijk onze identiteit laten zien. Het derde punt, mensen kijken naar je voorbeeld. Zoals je ziet, heel veel jonge kinderen en heel veel jongeren hebben nu gezien van luister, je kan als moslim succesvol zijn en nog steeds vasthouden aan je islamitische identiteit. Maar aan de andere kant hebben we ook gezien dat in best wel wat steden er onlusten zijn geweest, er veel vernield is. En dan word je toch ook weer als moslim aangekeken van hey kijk, die jongens hebben dit gedaan, die jongens hebben dat gedaan. Dus wees je van bewust als moslim en voornamelijk als moslim in het Westen, waar we al onder vergrootglas liggen, dat er extra ogen op je zijn en wees daarom een goed voorbeeld voor jezelf, voor je kinderen en voor de mensen uit jouw omgeving. Dat waren de punten die ik wilde benoemen. Ondanks dat Marokko vanavond heeft verloren, vind ik dat ze hun hoofd heel hoog mogen opheffen en dat ze heel goed hebben gespeeld. Voetbaltechnisch gezien was het prachtig voetbal, een hele mooie wedstrijd tegen een sterke tegenstander. Er zijn kansen genoeg geweest, dit had een gelijke wedstrijd kunnen worden, had een wedstrijd geweest die ze kunnen winnen.
Maar ja, Allah heeft het zo bepaald dat het sprookje van Marokko hier eindigt. En er is niks wat wij tegen kunnen doen. Tot de volgende keer. Zie ik jullie in de volgende video. Salam.